Hallo allemaal. Ik kwam pas geleden een artikel tegen en dat gaat over de gemeente Arnhem die de nodige aanpassingen gaat doorvoeren in hun gemeente, in hun stad, omtrent klimaatverandering. Ik vond dit een heel interessant artikel. Het heeft een andere invalshoek. Het gaat niet zozeer om het proberen te voorkomen dat het klimaat verandert. Ze gaan wel aan de slag met allerlei CO2-neutrale, zogenaamde energiemiddelen. Maar dit artikel gaat over de aanpassingen die ze gaan doen in de woonplaats. En dat vind ik veel interessanter. Er zijn namelijk een aantal ook positieve zaken die hierin terugkomen. Die echt iets betekenen voor het milieu en voor de natuur. Dus ik ga hem even doornemen met je. Ik zal de link in de omschrijving plaatsen ook. En er staat er: als eerste gemeente zet Arnhem zich schrap voor de gevolgen van klimaatverandering. Arnhem heeft een plan om extreem weer als gevolg van klimaatverandering het hoofd te bieden. Alle gemeenten moeten dit voorbeeld snel volgen, maar dat loopt nog stroef, zeggen experts. De gemeente Arnhem presenteert woensdag een klimaatplan voor 2030 zonder windmolens en zonnepanelen. Nou, die windmolens en zonnepanelen die zijn er wel degelijk, maar die zitten niet in dit plan wat gepresenteerd wordt. Ze zijn wel bezig met een andere energiestrategie waarin die zaken wel inbegrepen zijn. Maar dit gaat echt over aanpassen van de stad op klimaatverandering die plaats zal vinden, op toenemende droogte of regen. En ja, daar hebben ze wel interessante oplossingen voor. Een andere, groenere inrichting van de stad moet ervoor zorgen dat Arnhem steeds extreme weer, zoals droogte, hitte of plensbuien, aan kan. Ruim baan voor de boom. 10% van het asfalt moet plek maken voor beplanting of gras. Hierdoor kan de bodem hevige regenval beter opnemen en hitte blijft minder hangen. Verder gaat Arnhem bij pleinen en winkelcentra schaduwroutes en koelteplekken aanleggen met vijvers en overkappingen. Bomen krijgen meer ruimte. Nou, hier ben ik dus helemaal voor. En dit is eigenlijk ook een idee wat ik al een tijdje in mijn hoofd heb, om eigenlijk de gemeente en politiek aan te moedigen om echt te vergroenen. En om echt te kijken naar plaatsen waar is nu onnodig asfalt, waar staan onnodig gebouwen of onnodig beton, onnodige stoeptegels. Om daar in ieder geval te vergroenen. Het is fijner voor de omgeving, het is beter voor de natuur en het geeft verkoeling. En ik zie ook in nieuwe woonwijken, gloednieuwe wijken, zie ik ontzettend veel tegels ook. En ik weet, het is ieders eigen keuze hoe je je tuin wil inrichten. Maar het is heel frappant dat je aan de ene kant ziet van hoe de overheid zoveel probeert te investeren in tegen klimaatverandering. En hoe blijkbaar heel veel mensen daar mee bezig zijn. Of misschien valt dat wel mee, het valt blijkbaar wel mee, maar iedereen die ik spreek, die heeft het over klimaatverandering en dat het belangrijk is. Dus het speelt wel degelijk, maar als je dat dan in de praktijk kijkt bij nieuwbouwwoningen, dan zie je alleen maar tegels. Dus dat vind ik dan bizar. Het is misschien gewoon onwetendheid, maar zoveel beton en tegels geeft een enorme extra warmte, houdt enorm veel warmte vast, wordt gewoon warmer in de directe omgeving. De stad kiest hiervoor uit de overtuiging dat klimaatverandering deels onafwendbaar is. Nou, hier ben ik het ook mee eens, hè, welke kant het klimaat ook opgaat. Ik ben van mening dat we dat gewoon niet precies weten voor lange termijn. Er zijn veel meer factoren dan alleen CO2 die impact hebben op klimaatontwikkeling. Het kan zijn dat het inderdaad wat warmer wordt, maar dat gaat de gemeente Arnhem niet kunnen tegenhouden. Gaat Nederland niet kunnen tegenhouden. Dus beter, en het is realistischer, om je daarop aan te passen. En dat is precies waar Arnhem mee bezig is. Ondertussen blijft Arnhem ook duurzame energie stimuleren om verdere opwarming te beteugelen. Met het voorstel loopt Arnhem voorop. Andere steden en dorpen ontwikkelen ook ideeën om hun openbare ruimte klimaatbestendiger te maken. Maar integrale plannen zijn schaars, zeggen experts. De meeste gemeenten doen nog onvoldoende om zich voor te bereiden op extremer weerbeeld. Nou, dan gaat het artikel verder. Het legt uit hoe per gemeente, per straat eigenlijk het verschillend is. Wat je precies kan doen, wat je kan doen aan afvoer van water. En dat er gewoon al verschillende opzetten zijn van straten waar het lastig maakt om voor een algemene oplossing te kiezen. Dit moet per straat, per wijk apart bekeken worden. Ja, ze proberen ook de inwoners te betrekken. Om ook iets te doen aan hun eigen tuin bijvoorbeeld. Daar gaat het artikel verder op in. Zonder steun van inwoners krijgt ook Arnhem het moeilijk bij de uitvoering van het plan, erkent wethouder Katelijne Bouwkamp.
Zij hoopt dat bewoners met eigen voorstellen komen om regenwater op te vangen of groene daken te plaatsen. Arnhem gaat dat aanmoedigen met een subsidiepotje. Over hun achtertuinen gaan mensen zelf, maar Bouwkamp hoopt op bereidheid om daar ook tegels te verwijderen en de regenwater op te vangen. Dit kan dreigende overstroming van de riolen oplossen. Ook industrieterreinen waar asfalt het beeld domineert, moeten in Arnhem op de schop. Om voldoende verwijdering van asfalt te bereiken, hoeft de gemeente geen volledige autowegen weg te halen, zegt wethouder Bouwkamp. We gaan invoegstroken en wegdelen saneren, waar volgens ons onderzoek zeer beperkt auto's rijden. Dus het is niet de bedoeling dat er allerlei asfaltwegen worden verwijderd, waardoor het ineens heel druk wordt op de wegen die er zijn. Maar gewoon stukken waar heel duidelijk is dat amper wordt gebruikt, ja, daar gaan ze dat gewoon vervangen. En dat zie je gewoon op bepaalde plekken rondom bedrijven, terreinen, allerlei stukken waar, ja, het is gewoon een dode locatie. En daar kunnen ze best wat aan doen. Gaat ook als volgt door het artikel. Meer dan 10% asfaltverwijdering zit er niet in. Want Arnhem wil de bereikbaarheid niet dwarsbomen en het breekwerk is duur. Nou ja, dat is 10%, vind ik op zich netjes. Hè? Dat is toch dat is niet weinig. En tegelijkertijd, ik vind het interessant dat ze zeggen dat het breekwerk duur is. Want dit is, denk ik, vaker iets waar we heel kritisch naar moeten kijken. Er wordt nu van alles opgebouwd. Hè? Er worden gigantische windmolens opgebouwd. Er worden allerlei zonneparken neergezet. En de vraag is, hoe duur is het om het weer af te breken? Want nu zijn we van alles aan het bouwen. En straks blijkt toch dat het allemaal niet zo handig is, niet zo efficiënt is. En dan gaan ze ook zeggen van ja, om het weer af te breken is hartstikke duur. Gaan we niet doen. Of ja, wie gaat dat doen? Dan blijft het gewoon maar daar liggen. Dan blijft het staan in de lucht. Omdat er eigenlijk niemand is die voor de kosten wil opdraaien. Dus ja, we moeten ook goed kijken van in al deze dit soort projecten is het afbreken ervan, is dat goed gewaarborgd? Wie gaat dat betalen? Hebben we daar overzicht op dat alles wat gebouwd wordt ook weer afgebroken wordt? Want eigenlijk, je ziet het nu al met bijvoorbeeld allerlei oude bedrijventerreinen of oude industriële locaties. Het blijft gewoon zo liggen hoe het er is. En ja, er gebeurt niks meer mee. Terwijl het allang of een mooi park had kunnen worden weer. Of het had een locatie kunnen hebben worden met een andere bestemming. Of voor woningen of appartementen. Dus zo zie je maar dat we ook niet alleen naar het begin van de keten moeten kijken als iets wordt gebouwd. Maar ook heel erg naar het einde. Wat blijft er over en wie gaat daarvoor zorgen dat het weer verwijderd wordt. Nou, het einde van het artikel gaat verder nog in wat ze verder nog doen om minder fossiele brandstoffen, fossiele energie te gebruiken. Ja, ik vind dat het altijd een beetje. Dit is gewoon iets wat ze altijd in een artikel moeten plaatsen. Altijd moet er iets gezegd worden over wij doen iets met schone energie. Dat is gewoon een soort van, ja, schoon standaard. Anders dan, ja, dan deug je niet genoeg. En dat zie je ook hier in het artikel weer gebeuren. Maar goed, ik vind de plannen heel goed. Op zich ben ik het eens ook met de beweegredenen. Hè? Als er extreme weer is, als het steeds warmer wordt, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat het koeler wordt? Aan de andere kant, ja, het is maar de vraag of het uiteindelijk echt veel warmer wordt. Ik denk soms dat de mens veel te veel het idee heeft dat ze het klimaat kunnen voorspellen. En dat misschien wel tegenvalt. Maar het resultaat is wel meer groen. En dat vind ik toch wel heel belangrijk. Dat is heel concreet. Meer groen, meer bomen, meer ruimte voor bomen. Dat betekent dat gewoon een verbetering voor de natuur en de leefomgeving. Dat is gewoon een feit. Dus ja, een goede richting. Ik hoop dat meerdere plaatsen zullen volgen. En alle gemeentes bewuster zullen zijn van wat zij op andere manieren kunnen doen. In het artikel worden ook genoemd dat er allerlei meren geplaatst kunnen worden. Weet je wel, zo kan je ook water opvangen. Dus je kan van alles doen om de leefomgeving beter te maken, mooier en natuurlijker te maken. En daarmee ga je ook de directe locatie, ga je eigenlijk die opwarming ga je ook tegen. Die bestrijd je daarmee ook gelijk en alle effecten daarvan, ja, dat verminder je. Dus alleen maar goed. Ik weet, toevallig in Rotterdam zijn ze ook bezig met heel veel parken. Gaan ze aanleggen. Daar zou ik ook nog een aparte video over kunnen maken. Over een stuk of 8 parken in de stad. Het wordt veel groener. Veel locaties worden veel groener. Zoals bij Maashaven, Rijnhaven worden hele parken aangelegd. En ja, ik hoop dat zijn gewoon goede ontwikkelingen. Meer groen in de omgeving. En ja,
Nou, dat was het voor vandaag. Zie je volgende keer weer in de volgende video.